Welkom de mensen in de zaal. Welkom de mensen bij Omroep Landverkuik, die deze uitzending ergens volgende week misschien een keer te zien krijgen. Dus voor de mensen thuis ook, welkom. We gaan het vandaag hebben over voetballen. We gaan zingen. We gaan het hebben over cultuur. Allerlei mooie dingen. We beginnen dadelijk met de cultuur van de vaart, om het zo maar even te zeggen. De historie gaan we erbij doen. Dan hebben we Bert van der Weijer en Jan Siebe hier zitten. Die weten er alles van. Daarna gaan we het hebben over ja zuster, nee zuster. En ik ga kijken of ik jullie aan het zingen kan krijgen. Ik ben benieuwd. Stijn Linders komt hier. En als het goed is, komt ook Tanja van Sandbeek hier. Want die weet alles van de stichting Vier het Leven. Maar we hebben Tanja nog niet gezien. Ja, die is er wel. Er staat iemand te zwaaien erachter. Welkom. Ja. Dat scheelt wel weer als iedereen er is. Ja. Daarna komt Wieke vertellen over het theaterprogramma van De Weijer van volgend jaar. Bij ons in de krant was ze al neergezet als de directeur van De Weijer. Dat was iets, maar goed, weet wel heel erg veel in ieder geval. Maar theater wel. Ja, dat was ook de bedoeling, theaterdirecteur. Maar dan heb je eindredacteuren die... daarna voetballen. Wil Beijer zit hier. Tijme Philips sluit aan. Die komt in plaats van Douwe Zwaan. Douwe kon niet, want vanwege familieomstandigheden. Helaas, maar we zijn heel blij dat Tijme er is. Die kan mooie dingen vertellen. Dat is de Benjamin van, van de selectie van Olympia. Die zijn kampioen geworden. En we sluiten af met Jeannette Renders. Die heeft de songwedstrijd hier in De Weijer gewonnen vorige week. Dus eigenlijk kerstvers. En die gaat ook zingen voor jullie. En bij Ja Zuster Nee Zuster gaan jullie niet alleen zelf zingen, maar we hebben ook mensen van de muziekschool Etoile. Die gaan een nummer voor jullie zingen en dansen. Dus ja, het wordt één groot spektakel vandaag. Bert en Jan, welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Je bent hier eerder geweest, destijds als voorzitter van de Joekels, maar dat ben je ondertussen niet meer. Maar je bent ook nog voorzitter van de Stichting Toerisme en Recreatie, Boksmeer. Boksmeer, ja. Ja, de sterren. We gaan het hebben over de vaart, maar misschien dat het eerst handig is dat je eerst even uitlegt wat de Stichting Toerisme en Recreatie Boksmeer is. Ik ben sinds januari 2018 ben ik gevraagd om voorzitter te worden van Stichting Toerisme en Recreatie Boksmeer. En de stichting heeft vier aandachtsgebieden. Dat is zeg maar geschiedenis, waar je de Tweede Wereldoorlog voor kunt zien. In Overloon hebben we een prachtig museum waar zeg maar, ja, dingen vanuit de oudheid, vanuit de Tweede Wereldoorlog staat. Verder hebben we dus Maasheggen UNESCO. Hmm. Men- en biosfeer, dat houdt onder het thema natuur. Verder hebben we religie, daar valt uiteraard de processie onder. Ja. Daar wordt uitgebreid vandaag nog over gesproken. En het vierde thema is, we hebben ook sport. We doen ook rondje 33. Dat sluit aan zeg maar, op het wielerspectakel wat daags na de Tour hier plaatsvindt. En dat doet ook het filmgebeuren. Ja. Dat zijn eigenlijk de vier hoofdthema's. En daar doen wij evenementen voor ontwikkelen. Wij ontwikkelen niet alles zelf, maar wij verbinden en zo proberen het zo te doen dat verschillende organisaties bij elkaar komen of stichtingen. Ja, een beetje helpen waar nodig is. En dat is ook voor ondernemers, stichtingen en verenigingen. Ja, ja. Dat is eigenlijk in het kort wat de stichting doet. In het kort de stichting, ja. Jullie hebben diverse activiteiten, zei je al. Hè? Eén daarvan is de Hemelvaartsmarkt op 30 mei. Daar wou je nog wat over vertellen, geloof ik. Want dat was wel belangrijk. De Hemelvaartsmarkt op 30 mei is nu weer binnen de Karmelietenklooster. De Karmel hebben toestemming gegeven dat we daar een markt kunnen houden. Zeg, binnen de muren van binnen de klooster. Binnen de muren, binnen de tuin van de Karmelieten. Dat is een prachtige locatie natuurlijk. Hebben we niet elk jaar toestemming om daar te komen met onze marktkramen. Daar kunnen bokanten, kunstenaars, Jan helpen nog. Boeken uiteraard. En toeristische informatie wordt daar ook verstrekt. Op dit moment hebben we aanmeldingen, maar nog te weinig. Ja. Dus wij willen graag zeg maar, proberen, als mensen geïnteresseerd zijn, om zich te melden. Ja. En dat wil zeggen, we hebben een website van de STER, daar moet ik even spieken. Dus toerisme-recreatie-boksmeer.nl. Dus als u geïnteresseerd bent, ja, dan bent u hartelijk welkom. Als je iets te verkopen hebt of aan te bieden, maakt niet uit wat, dus kunnen ze bij jullie terecht. Kunnen ze via de site of via Piet van Lauwarenhoven @home.nl. Oké, prima. Bij deze. We zouden het gaan hebben voornamelijk over de vaart. Hè? Dat was het, dat was het idee. De aanleiding was omdat jullie bezoek krijgen van een gilde in Sigmaringen.
Een gilde in Siegmeringen. Ja. En het moet even, we gaan even een jaar terug. Vorig jaar hebben we dus in Steenstraat Zuid hebben we de markt gehouden, de Hemelvaartsmarkt. Ja. Daar hebben we het grootste gilde, wat wereldwijd gilde activiteiten ontplooit in Duitsland. Noise hebben we uitgenodigd. Ze hebben in augustus, daar zijn wij met de muzikanten van het Dweilorkest Jukkels jaren geweest. En nog steeds. En daar komen 2 miljoen mensen op af. En er zijn heel veel internationale gildes. Die hebben we uitgenodigd. Hij vroeg van, kunnen we niet eens een keer naar Boxmeer komen? Alle 2 miljoen heb je uitgenodigd? Nee, maar de gilde, zeg maar de hoofdvoorzitter van die de organisatie doet in Noise. Ja. Hij was zeer gecharmeerd dat er ook een cultuurhistorisch stuk in zat van de Groeters. Jan is zeg maar lid van het bestuur van de STER, maar is ook een Groeter. Ja. Een Groeter, ja, misschien kun je het zelf beter. Ja, jij weet alles van de historie, heb ik begrepen. De Groeter, de gidsgroeter heet dat in Boxmeer. Hè? Ja. Die leidt geïnteresseerde mensen rondom Boxmeer en vertelt ze wat ze zien. Ja. En vertelt de achtergronden ervan. Ja. En dat maakt het duidelijk wat ze zien. Ja, precies. En dus dat is eigenlijk, mensen kunnen naar Boxmeer komen en bellen ze met jou en zeggen, Jan, we willen een rondleiding. En dan zeg ik het. En dan kom jij? En dan kom ik en dan vertel ik het verhaal. Ik leid ze rond op Boxmeer en als het enigszins kan slaan we de kerk, de basiliek en het klooster niet over, want daar is een schat te vinden. En dat is bijna onbeschrijfelijk hoe fraai en interessant dat is. Ja, en dat doe je alleen het centrum van Boxmeer of ook bijvoorbeeld de Maasheggen? De Maasheggen, dat is niet mijn specialiteit. Het centrum van Boxmeer, dat is waar wij voor gaan. Ja. Ja, ja, precies. Hoe zit het met Siegmeringen en Noise qua stedenband? Daar weet jij ook meer van. Nou, de stedenband, het zijn twee Duitse steden. De band met Siegmeringen is een hele oude band. Vroeger, toen Boxmeer nog een zogenaamde vrije heerlijkheid was, toen werden wij bestuurd door een graaf. Op een gegeven ogenblik waren de Nederlandse graven, de typische West-Europese graven, waren op. De laatste graaf kreeg geen kinderen meer en toen moest er gezocht worden wie de opvolger zou worden. En die vonden ze uiteindelijk in Siegmeringen. Het was ene Frans Wilhelm van Hohenzollern Siegmeringen, een mond vol, hè? Ja. Nou, die mocht troonopvolger worden, maar hij kreeg wel, en het werd ook contractueel vastgelegd, de opdracht om zich in het vervolg te noemen Frans Willem van den Berg. En dan mochten er eventueel achteraan fluisteren van Hohenzollern Siegmeringen. Dat laatste gedeelte viel in de meeste gevallen weg. Maar op die manier zijn wij aan de band met Siegmeringen, met de Van Hohenzollerns gekomen. Ja, en hoe lang is dat ondertussen? Dat is tot stand gekomen rond 1710. En dat is doorgegaan tot 1780, 1790. Ja. En toen kregen wij bezoek van de Franse zuiderburen. En die wisten het beter. En die propageerden de republiek, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En graven zijn geen broeders van dorpelingen. En dus moesten de graven opkrassen. Mm-hmm. Dus was het afgelopen. Ja. Maar het oude band met Siegmeringen is later weer opgenomen. En een aantal bezoeken over en weer hebben plaatsgevonden. Brandweer bijvoorbeeld heeft daar een redelijk grote rol gespeeld. Wanneer is dat weer opgepoetst? Ik denk zo'n 30 jaar geleden. Oké, zo lang alweer, ja. Ja, en dat is misschien is het korter geleden of langer geleden. Ik ben er niet iedere keer bij geweest. Maar er werden bezoeken over en weer gebracht. Er werden cadeaus meegenomen. Die zijn nog steeds te bewonderen in het Weijerpark bijvoorbeeld. Dus er staan een paar beelden. Ja, ja, oké. En ook beelden vanuit het Boxmeer, uit het land van Kuiksen, zijn verhuisd naar Siegmeringen. En wat hier nou staat tussen het Marktplein en de Weijer. Ja. Dat is een werk van Jules Baltussen. Het broertje van dat werkstuk staat ook in Siegmeringen. En daarop is te zien de Boxmeerse bok en een Siegmeringse reebok broederlijk naast elkaar en die het uitstekend samen kunnen vinden. Ja. Nou, mooi. Mooi om te horen. Nou goed, dan komen ze hier naartoe, hè? Siegmeringen en Noise komen dus. Ja. Ja. En wat gaan jullie met die mensen doen? Want het zijn gildes. Gaan ze muziek maken hier? Gaan ze met een vlag zwaaien? Het hoofdthema is uiteraard de vaart. Ja. Daar gaan ze. Eén gilde gaat er aan meelopen, dat is van Siegmeringen. Die komen ook 3 dagen. Noise komt op zaterdag, 1 dag. En volgend jaar komen die ook 2 dagen naar Boxmeer. Okay, en dan kan Noise meelopen. Anders wordt het natuurlijk nogal pompeus als er heel veel gildes met de vaart mee gaan lopen. Ja, ik weet niet hoeveel mensen ze meebrengen voor zo'n Vanuit Siegmeringen komen rond de 35 mensen komen mee.
De burgemeester komt ook, Marcus Eem. Hij is eerst voorzitter geweest van de Spielmannsverfahre na een zo'n vetter gozer. Mm-hmm. Dat is zeg maar de gilde die komt. Hij is daar eerst voorzitter van geweest. Dus ik ken hem uit die tijd. Ik heb met hem gewerkt. Wij zijn 9 keer zeg maar in Siegmaringen geweest met ons orkest. En zo is die band ontstaan. En dan hebben ze nu teruggevraagd. Het is gewoon heel leuk als die connecties, dat ze ook zeg maar hier naartoe komen. Ja. Ze noemen weer vaar naar oben. Dus ze moeten naar boven rijden om zeg maar naar Boksmeer te komen. Ja, precies. En vorig jaar hebben we dus ook iemand van het geslacht Hohenzollern ontmoet. En die is dus ook in het bestuur van Vettergozer zit hij. Ja, en die hebben dus Vettergozer, dat is het gilde, hè? Dat is het gilde in Siegmaringen. Het is niet helemaal het gilde zoals het in het midden van Duitsland geldt. Maar je kunt dat wel onder de categorie scholen. En die hebben wij gevraagd of die komt, maar daar hebben we nog geen antwoord op. De burgemeester heeft ja gezegd. Maar als we teruggaan naar het programma, als ze komen 21 juni vrijdags, dan is er een ontvangst op het gemeentehuis. Daar zal ook burgemeester van Soest spreken. Daar zal ook Marcus Eem, dus van burgemeester van Siegmaringen, is net nieuw, zal een woord doen. En dan gaan we daarna, hebben we Jukkels Anders met de regie van Jan Peters. Daar zal, zeg maar, wat we bij Ries gedaan hebben, een groot jubileum van 35 jaar, het Werkers Jukkels, zal in kleine vorm op die vrijdagavond plaatsvinden. En dan gaan we zaterdags, hebben we een uitgebreid programma. De start is ontvangst noise. Dat zal bij Ries plaatsvinden. Daarna gaan we naar de Weijerhof hier, de Weijer. En dan gaan we zeg maar internationaal ambrosjes, noemen ze dat, dus kruisboog schieten. Om, zeg maar, daar is de gilde, het heilig bloedsgilde van Boksmeer, is daar aanzet om te zorgen dat dat er allemaal georganiseerd is voor de vergunningen en dat ze kunnen schieten. Mm-hmm. Dus beide gildes en ook het Heilig Bloedgilde zullen aan die competitie deelnemen. Daarna hebben we ook aan de keien, hoe heet die, Jeux de Boule Club, de bokkenschieters. Bokkenschieters, ja. Die kunnen ze nog Jeux de Boule. Tussendoor willen we dus een Siegmaringer biertje schenken. Want we weten dat er ook een heerlijk biertje hier te koop is vanuit het Zollerhof. Dus dat willen we ook zeg maar hun schenken, dat is hun bekend. Dus, oké, okay. Hoe laat is dat bier drinken? Ja, dat is volgens mij de hele dag door. Oh, dat is goed, dat ik dus het even wat dat weet, betreft, nou, daarom doen we de culturele stukken en de officiële stukken, die zitten vooraan in het programma. Is wel bewust gekozen om dat een beetje luchtig te houden. Ja. En dan de zware stukken zitten iets meer voor en dan de wat luchtiger komen achter in het programma. Wat wel is, dat op zaterdagavond is uiteraard in de kerk, de Petrusbasiliek, is er een mis. En dan Heilig Bloedschilde deelt ook, is ook in die mis. En daarna is het vaartzingen. Wat we wel geregeld hebben, is dat Vettergozer. Het vaartzingen, wat is dat? Leg het even uit. Het inzingen voor de vaart is dat. Ja, en er komen dus allerlei koren, ook uit Duitsland. Jan Tunnis is onder andere een van de organisatoren van het vaartzingen met Peer Murkus. En daar is geregeld dat een koor uit Weetse, ik zal even het programma daarbij pakken, daar wordt zeg maar geopend door de Heilig Bloedschilde uit de kerk op te halen door Vettergozer en die naar het vaartinzingen te brengen. Ja. En daar komt het totaalprogramma van het vaartzingen. Oké. En daar zit allerlei aspecten zitten daarin. En dan op zondag de vaart zelf. De gildes, of één gilde gaat meelopen. Dan hoe bijzonder is het dat een buitenlands gilde meeloopt met de processie? Nou, dan zijn wel deelnemers. Dan zou je eigenlijk Wim Goossens moeten vragen. Die weet dat beter dan ik zelf. Want ik ben pas een jaar zeg maar, voorzitter van de STEER. Maar volgens mij liepen vroeger ook mensen mee in de vaart. Ja, maar dan moet wel lang teruggaan dat geweest is. Nee, dat denk ik toch niet. Toch niet? Nee? Uit Kevelaar komen ze ook. Ja, dus okay. Die kunnen aansluiten. Dus bedevaartsgangers kunnen in de vaart aansluiten. Okay, maar gildes durf ik zelf niet te zeggen. Nee, precies. Maar het is wel heel mooi dat we dus dit jaar Siegmaringen hebben. En volgend jaar komt het komt Noyce. Noyce wil dus ook graag de pastor meenemen.
de bisschop, dat daar een combidienst gaat komen volgend jaar. En één ding wat we vergeten zijn, is mogelijk de connectie tussen Noijs en tussen Boxmeer. Wat gevonden is in de Peterskerk. Hè? Maar dat kan Jan ook beter vertellen. Jan. Nou, heel in het kort dan, achter in de Petersbasiliek, daar staat een zogenaamd oxaal, een zangzolder. Een fraai bouwwerk van hout, ontworpen door een pastoor Pelen uit Boxmeer. Die behalve dat hij pastoor was, ook handig was met zingen en kon heel goed tekenen. Hij heeft dat ontworpen en hij heeft er een aantal martelaressen op afgebeeld, op laten afbeelden. En nog een dame waarvan het niet in het begin duidelijk was wie het was, maar dat was Balbina met het Quirinus schild. En Quirinus is de patroonheilige van Noijs. Was een Romeinse martelaar en zijn dochter, Balbina, staat er ook bij. Balbina is afgebeeld met dat schild. En Balbina, dat was dus de dochter van haar vader. Haar vader was een paardenman, okay. Een paardenbeschermer. Dus de Boxmeerse jongens die allemaal een paard hadden, die wilden graag hun toevlucht zoeken tot die Quirinus. En om dat te bereiken wilden ze graag Quiriniswater hebben. En dat konden ze op deze manier halen. Soms in Noijs, maar meestal in de plaats in de buurt van Kevelaar. En dat was een noodzakelijkheid om de paarden gezond te houden toen er nog geen veeartsen waren. Ja, maar daaruit blijkt in ieder geval de band die Boxmeer heeft met Noijs. Ja. Ja, paarden, denk aan de Metworst. Dus daar zit een duidelijke connectie. Ik weet dat ze vanuit de Metworst altijd op de renbanen in Noijs gaan oefenen ook. Okay. Dus mogelijk... historisch kunnen we dat nog niet helemaal weerleggen. Nee. Maar wie weet is voor de... Jan van Kuik heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft daar ook een heel stuk over geschreven. Ja, oké. Okay, maar van het oefenen met de paarden op de renbaan van Noijs, daar heeft hij niks over gezegd. Nee, dat is puur... Maar daar liggen al wat connecties hier. Ja, goed. Ik dank jullie dat jullie hier waren om wat uitleg te geven. Pinksterweekend, twee weken na het Pinksterweekend is de vaart. Hemelvaartsmarkt is 30 mei ja. En het vaartweekend is 21, 22 en 23 juni. Ja. Dus er zijn in heel Boxmeer allerlei activiteiten. Je bent altijd van harte welkom. Ja, wie weet ga ik komen. Namens de Steer, uiteraard. Ja, precies. Dankjewel voor jullie komst. Ja, dankjewel. Tot ziens. Nou ja, we hebben het toch over historie gehad, dus gaan we gelijk maar verder met ja zuster, nee zuster. Dat was ook pure historie. Stijn en Tanja, die er inmiddels is. Kom erbij. Stijn Linders. Hallo. Jij maakt... Hi. 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 Nou, ga zitten. Stijn is van de musical klas, hè, van Etoile. Ja, klopt. En Tanja is van de stichting... Vier het leven. Klopt. Toch? Ja. Goed. Ja, zuster, nee, zuster, gaan we het onder andere over hebben. Dat heeft allemaal mee te maken. Ik wou eerst, heb ik al gezegd, ik wou kijken of ik jullie aan het zingen kan krijgen. Dus ik wou even testen. Gezien de gemiddelde leeftijd zijn een heleboel mensen die ja, zuster, nee, zuster ooit hebben gezien. Dus ik wil het eigenlijk het volgende doen. Ik ga sowieso een primeur vieren. Ik ga zingen. Ik zing dadelijk de eerste regel van een liedje uit Ja, zuster, nee, zuster. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd of jullie als zaal kunnen aanhaken om een paar regels daarna door te zingen. Moet kunnen, hè? Nou, let op. Het wordt nou wel rustig, heb je het in de gaten, ja? Oké, let op, kom aan. De eerste die ik van jullie wil horen is als ik zing... Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Nou, het is mooi, hè? Ze kennen hem allemaal. Doe er nog eentje. Mijn opa. Ga maar door. Mijn opa, niemand zo aardig als hij. Oké, leuk, hè? Een fijne uur later. Ja, zo krijgen we wel een uurtje vol. Nee, ik vind het leuk. We gaan er nog eentje doen. En dan gaan we met jullie hebben over waar het echt over gaat. Als ik zing... Duifies. Kom maar bij Gerritje. Niet zo wil kibbelen. Eet een ergetje. Oké, is goed.
Die was wat minder, maar dat maakt niet. Ja. Stijn. Ja. Ik ga met jou beginnen. Jullie voeren op 2 juni de musical Ja, zuster, nee, zuster uit. Ja, precies. Ja. Waarom deze musical van Annie M. G. Smit en Harry Banning? We hebben zeg maar samen, of nou ja, de docenten hebben besloten van, hey, we gaan deze musical doen. Oké. Okay. En onze reacties waren natuurlijk echt hartstikke, hartstikke enthousiast. We hebben er heel veel zin in. Dus ja, we hopen dat jullie allemaal komen kijken 2 juni. Maar ja. Hoe kan het dat jullie enthousiast zijn? Want Ja, zuster, nee, zuster is uit de jaren 60. Dat is ver voor jouw tijd. Ja, zeker. Je kunt het niet teruggezien hebben, want alle banden, alle opnames zijn ooit verloren gegaan, heb ik begrepen. Ja. Wat zegt het jou dan? Nou ja, de film Ja, zuster, nee, zuster, die staat volgens mij nog wel op Netflix, volgens mij nu nog. Dus die hebben we heel vaak gekeken. Die hebben jullie gekeken, ja. Ja, heel vaak. Maar vroeger heb ik die bijvoorbeeld ook al een paar keer gezien. En het is gewoon echt een musical klassieker. Dus ja. We zijn heel blij dat we deze mogen opvoeren. Ja, ja, precies. Jij gaat de rol van opa spelen. Ja, precies. Hoe leef jij je rol in die van opa? Ja, vraag dat, ik me dan dat, af. Ja. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee. Ja. Nee. Je bent bij je eigen opa te raden gegaan. Ja, wat heb je gedaan? Jawel. En ik heb afgelopen weken ook nog wat oefeningen gedaan. Met weet je wel hoe je het beste met je stem kan gebruiken. Omdat ik toch wel een soort Amsterdams accent heb. En dan ook weer een soort rokersstem idee. Dus ja. Het is wel even zoeken. Laat ze horen. Och jee. Ja, je bent er nou toch? Ja, even moet ik hem even pakken. Goedendag, mijn naam is Eupa en ik kom hier even langs om een brief af te geven voor oma, voor Gerritje. Is Gerrit thuis? Is hij thuis? Ja? Ja, hij is thuis. Oh, oké. Okay. Nou, mooi, dan heb ik hier de brief van. Ja, dankjewel. Heel mooi, heel goed. Ja. Heel geloofwaardig in ieder geval. Ja. Maar dan zal er nog wel wat... Ja, er komt nog van alles. Zoals een pruik of wat kriem. Ja, precies. Ja. En ik speel ook nog 2 andere rollen. En dat is gewoon op de achtergrond. En nog een andere rol. Maar ja, opa ja. Inderdaad het meest. Ja. Dus jullie weten een beetje hoe het in het huis van zuster Clivia... Zeker, in het rusthuis. ...geweest is. Het ja, rusthuis. Zeker. Ja, ja, precies. Tanja, welkom. De stichting Vier het Leven. Jij hebt geen rol in de musical, maar een rol achter de schermen. Ja, klopt. Vertel. Klopt. Nou, Vier het Leven is een stichting die ouderen meeneemt naar theater, film en museum. En we zijn nu 1,5 jaar bezig hier in gebied Kuik. Ja. Waarbij we een hele prettige en fijne samenwerking hebben met Schouwburg Kuik. En we proberen uit te breiden met het aantal deelnemers. Nou ja, eind vorig jaar nam Leonie van de musicalschool Etoile, die nam contact op. Van nou, wij gaan deze musical spelen. En wij denken dat het echt heel geschikt is voor jullie doelgroep. Want ja, onze ouderen, 65 plus, die kennen Ja, zuster, nee, zuster. Hè, dat hebben we net ook gehoord. Dus, en wij nemen mensen mee en zij zijn op zoek naar deze gasten. En op deze manier proberen we elkaar te versterken. En welke oude mensen komen daar dan voor in aanmerking? Hoe bereik je die? Of komen ze naar jullie toe? Hoe werkt dat? Nou, vanuit Vier het Leven hebben we eigenlijk maar één... één iets waar iemand aan moet voldoen. Dat is dat je 65-plusser moet zijn. Ja. Verder bereiken wij mensen met name via mond-to-mond reclame. Wij zijn een goede doelenstichting. Dus ik heb geen geld om te adverteren. Ben afhankelijk van dit soort media, aandacht en soms een persbericht. Mm-hmm. Via die manier proberen we onze gasten te bereiken. En ook gewoon echt actief langsgaan bij verzorgingshuizen, huisartsen, fysiotherapie. En op die manier de gasten proberen te vinden. Ja. En dan heb je hele diverse redenen waarom mensen meegaan. Kijk, je kunt lid worden van Vier het Leven, maar je betaalt geen abonnement en ook geen lidmaatschap. Dat kost verder niets, maar je krijgt wel alle informatie van de activiteiten die we hebben. Ja. Dat gaat allemaal nog per post. Onze gasten zijn over het algemeen 75 plus. Dus dat doen we allemaal netjes per post. En de mensen gaan om diverse redenen mee. Of omdat ze niet meer alleen willen gaan. Of omdat ze heel graag nog naar het theater willen, maar fysieke klachten hebben en dat gewoon zelf niet meer kunnen. Geen auto meer durven te rijden. Er zijn allerlei redenen voor. En je wordt opgehaald door een vrijwilliger thuis bij de voordeur. Okay. De hele voorstelling wordt begeleid en je wordt weer netjes naar huis gebracht. Ja. En dat doen we met vrijwilligers. En over het algemeen is het zo, als mensen eenmaal mee zijn geweest, gaan ze vaker mee. Ja, want hoeveel activiteiten hier in de regio hebben jullie al gehad? Wij zijn nu 1,5 jaar bezig en we hebben per theaterseizoen hebben we ongeveer 50 activiteiten. En dat is echt puur theater, film en museum. Ja, en straks bij Ja, zuster, nee, zuster, hoeveel mensen verwacht je dat er mee gaan komen?
We hopen, want we hebben een aantal plaatsen gereserveerd bij de voorstelling. We hopen in totaal, we hebben 50 plaatsen gereserveerd, maar dat is inclusief de vrijwilligers. Ja. Eén vrijwilliger neemt maximaal 3 gasten mee. Oké, ja. Dus nou, dan is het ongeveer een 30, 35 gasten, ja. En een, ongeveer 15 vrijwilligers. Want de Stichting Vier het Leven is een landelijke stichting, hè? Ja, het is een landelijke stichting en we bestaan nu 14 jaar. Oké. En ik ben de regiocoördinator van Brabant. En in Brabant zijn we nu 6 jaar actief. Maar we richten elke keer per programmagebied richten we weer iets op. Ja. En dat moet eerst financieel allemaal gedekt en zijn. En hoe kom je dan in zo'n regio als Land van Kuik aan de slag? Hoe werkt dat? Nou, is er iemand die zijn vinger opsteekt van kom geval, hierheen? Ja, in dit geval is het letterlijk zo gegaan dat iemand vanuit Schouwburg Kuik, en ze zit hier zelfs in de zaal, Anneke van der Wildenberg, die is degene geweest die echt actief gezegd heeft van, willen jullie alsjeblieft met Vier het Leven bij ons naar de Schouwburg komen? Ja. In eerste instantie moet ik heel eerlijk zijn dat ze op kantoor zoiets hadden, dan doen we eigenlijk alleen maar vanuit de grote steden, omdat dat het meest makkelijk is om daar mensen mee te nemen naar theater. Maar ik kom zelf hier uit de regio, dus ik had zoiets van, ik wil wel heel graag in Kuik starten. Ja. En met dat enthousiasme, dat van Anneke en de Schouwburg en dat van mij, hebben we gezegd van, we gaan beginnen. Ja, en dan voor het eerst in Boxmeer dan? En nu voor het eerst in Boxmeer, ja. Ja, want nou weet ik niet hoe je de zaal er straks uit gaat zien, maar dan zal de tribunes zullen er staan, neem ik aan. Ja. Ik denk als je mensen hebt met rolstoelen of zo, of die krijg je hier niet zo makkelijk omhoog. Hoe gaat dat? Ja, die kunnen hier via de zijkant naar binnen. Ja? Dus dan kunnen die mooi vooraan plaatsen. Die komen mogen vooraan, voor jullie zitten. Ja, genoeg plek. Ja. Er wordt ook altijd wel rekening mee gehouden. Ja, ook met alle theaters zorgen we ervoor dat je weinig traptreden hoeft te lopen. Ja. Dat je echt wel de gemakkelijke plaatsen hebt voor onze gasten. Ja, rolstoelvriendelijk. Ja, precies. Nou goed, en dan gaan ze naar jullie kijken. Ja. Jullie gaan iets voor doen, hè? Want je bent niet alleen gekomen van Etoile. Je hebt wat ik heb wat mensen meegenomen. Ja, en we gaan ook nog optreden. Dus, ja, daarom. Dat was de bedoeling. Ja, dus daar wou ik eigenlijk naartoe. Zo van, en dan ze erbij. Zorg allemaal dat u komt. 2 juni, de flyers liggen op tafel. Dus wees er allemaal bij. En dan gaan we een liedje voor jullie zingen en dansen. En dat is de Twips, de welbekende Twips. Ja, nou ja, mogen ze meezingen? Ja, jullie mogen hartstikke hard meezingen. Nou, helemaal goed. Ga je gang. Zo makkelijk te leren, hond van middelbare
Dank jullie wel dat jullie hier waren. Heel veel succes op 2 juni. Ik zou zeggen, het ziet er geweldig leuk uit. Dus allemaal gaan kijken gewoon hier in de weien, toch? Goed zo. Hey, heel veel succes. Ja, en dan gaan we, als we het toch hebben over het programma van de Weijer, verder met Wieke. Wieke Vrijhoef, ga zitten. Hey, je krijgt 5 minuten, ga ik ondertussen een biertje halen en dan... Herman, toe nou. Nee, dat we niet nee, doen blijf dan? Maar hier. Ja, goed. Hey, gaat het weer een beetje met jou? Ja, gaat goed. Ja, want je hebt ontzettend druk gehad, hè? Ja, dat is altijd wel even een... ik sprak Anneke ook net, het is wel altijd een ei, even zo'n theaterboekje en theaterprogramma. Dat is zo. Want hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Je begint eigenlijk gewoon in september. Dus vanaf september ga je kijken, oké, nu moeten de grote namen binnenkomen. Dus dan ben je daar heel erg druk mee. En dan blijft dat doorlopen. Echt tot het allerlaatste moment waren er nog wijzigingen in het programma. Ja. Maar dit boekje kan niet meer veranderd worden, dat blijft zoals het is. Ja, dat blijft zoals het is. Ja, we gaan waarschijnlijk nog wel een aantal dingen bijboeken. Maar dit is nu, ja. Dit is wat het is, jongens. Ja, hij is mooi, ja. Hè? Want, kijk vooral even op pagina 18, maar dat is geheel terzijde. Dat is geheel terzijde. We wou ook nog zeggen, oh ja, jij zei bijboeken, maar jullie hebben al het drukste programma ooit. Ja, klopt. Ja. Dat is zo. Ja, maar het is ook, wat dat betreft vind ik het wel spannend. Want dit is dus, maakt dat we ook echt een groter bereik moeten gaan krijgen. Dat hebben we al. Dus we merken dat er mensen nu ook van verder weg naar de Weijer komen. Steeds meer mensen ook uit Nijmegen denken. Oh ja, er zit zo'n heel klein soort kasteeltje in Boxmeer. En dan kun je ook naar het theater. Dus dat we een soort van ontdekking zijn. Dus dat is wel heel erg tof. En nu moeten we, omdat we het programma zo groot hebben gemaakt, moeten we dat bereik alleen maar verder vergroten. Mm-hmm. En wat ook wel leuk is, we hebben natuurlijk een uitbreiding in het buitenprogramma. Dus, en dat is ook een grotere capaciteit. Dus we komen nu bijvoorbeeld komt Guido Weijers en dan zijn er echt 500 mensen die hier buiten zijn. Dus dan zo proberen we dat steeds verder uit te breiden. Ja, ja. Ja. Wat worden de hoogtepunten? Vertel. De hoogte, ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Dat kan eigenlijk niet. Ja, dat kan wel. Guido Weijers heb je al genoemd. Ja, Guido Weijers. Ik vind het zo leuk dat hij komt. Ik heb ook echt, Guido volgt ons ook wel echt en hij support ons ook. Dus ik ben ook echt heel blij dat we dit nu eindelijk samen kunnen doen. We zijn natuurlijk, dit is al het 7,5ste seizoen dat Peter Paul en Stella hier de Weijer exploiteren. Ja. Dus, en we zijn heel blij dat we eindelijk een avond Weijers Theater hebben. Dat vinden we heel erg cool. Ja. Verder hoogtepunten. Wat wil je? Grote namen? Bijzondere pareltjes? Grote namen beginnen, beginnen met de grote namen. Oké, okay, nou, Freek de Jonge komt in ieder geval. Veldhuis en Kemper is erbij. Henry van Loon komt terug. En dat vind ik ook wel heel erg cool. Vorig jaar stond hij met zijn try-out, maar nu is zijn voorstelling af. En hij heeft echt hele goede recensies gekregen. En ik ben heel erg blij. Komt de allereerste toch ook weer hier spelen. Dus dat is te gek. Soendos kent natuurlijk ook iedereen. Zitten met muziek. Spinvis komt ook. Dus dat is... Mag ik spieken? Ja. Fijn, ja. Het is gewoon echt wel een heel sterk programma. René van Meurs komt ook. Ja. Ja. Waar verheug jij jezelf het meest op? Ja, dat is gewoon een vraag die ik niet kan beantwoorden. Nee, kan niet. Echt niet? Nee. Dan krijg je ruzie met mensen. Ja, nee, maar het is gewoon, het is echt appels en peren. Het is zo'n breed programma en daar ben ik ook heel erg trots op. Dat we echt ook heel specifiek echt toneel en muziektheater blijven boeken. Dat we echt een podium zijn voor jong talent. Dus met Leids Cabaret Festival en de Kameretten en het Amsterdams Kleinkunstfestival. Vind ik altijd hele magische avonden en dan weet je nog helemaal niet eens wie er gaan komen. Ik verheug me wel heel erg op Michelle David in het Buitentheater. Dat wordt wel echt een heel erg tof concert waar iedereen naartoe moet gaan. Ja. Nou, bij deze dan, hè? Ja. Ja. Je zegt 7,5 jaar zijn we nou bezig, hè? 6,5 jaar, dit wordt het zevende seizoen. Ja, precies. Dit is het 7,5ste seizoen. Ja. Ja. Merken jullie dat als jij ergens aanklopt om iemand te boeken, dat ze zeggen, oh, de Weijer, daar hebben we wel eens van gehoord, doe maar. Ja. Echt waar, ja? Gaat dat werken? Werkt dat zo? Ja, het is sowieso de artiesten praten het door. René doet dat natuurlijk ook vanuit de muziekland, zeg maar. Dus bijvoorbeeld Spinvis komt hier gewoon graag. Nou ja, dat is toch een mega compliment. Micha Wertheim komt hier gewoon graag. Dus dat praat zich in het circuit door. De boekers weten dat we gewoon een fijne plek zijn. Dus dat is dat. In het begin moesten we daar heel erg aan bouwen. En waren we zelf ook nog een beetje onzeker van...
komt het wel goed? Weet je wel, zijn we wel een goed genoeg plek? Kunnen we die mensen zomaar wel vragen? Dat hebben we bij het binnentheater nu helemaal niet meer. Dus nu we vragen gewoon iedereen. Buitentheater vinden we dan wel weer een beetje spannend. Want dat is natuurlijk technisch weer een heel ding. Dus dan, je wil gewoon dat die artiesten ook echt denken, ja, dit is tof. Als je dat kan, dan moet je bij de Weijer gaan spelen. Ja. En ja, dat krijgen we wel voor elkaar. En dat is altijd wel een risicootje, hè, buiten. Ja, buiten is altijd spannend. Ja. Ja, ja. Maar ja, spannend is goed, toch? Spannend is leven, Herman. Ja, dat... ja. Jij zegt het. Ik had ook gewoon 5 minuten weg moeten gaan. Hey, dan, we hebben het over grote namen gehad. Ik heb hem hier opgeschreven. Theo Maassen. Ja, ja, wat flauw zeg. Wat flauw. Ja. Een kop in de krant met Theo Maassen komt niet. Nee. Ja, want ik dacht, we moeten het eigenlijk hebben over wie er wel komen natuurlijk. Nee, ja, Theo Maassen was hier ineens, plotsklaps, afgelopen editie van Wim Daniels Boekt. Dus dat was echt superleuk. Hij was met zijn zus meegekomen, die had een boek geschreven. Het was ook een hele leuke editie. Hij heeft toen ook voorgedragen uit haar boek. Dus natuurlijk zag ik mijn kans schoon en heb ik gevraagd of hij wilde komen spelen. Maar dat hij zit al in te ver in zijn tour. Dus hij speelt nu geen try-outs meer. En het is ook nog zo dat ik hem al heel vaak gemaild heb. Dus ik heb in ieder geval, zijn zus doet dus de boekingen. Dus ik had al zo'n hele rits mails van, hallo Judith, mag Theo Maassen alsjeblieft komen. Wat er met grote artiesten natuurlijk is, is dat ze al heel lang bezig zijn. Dat ze echt vaste plekken hebben voor hun try-outs. Dus als je daar niet bij zit, dan moet je wel heel veel mazzel hebben. Wil je daar tussen komen? Of ze moeten echt bij een boeker zitten. Theo doet natuurlijk echt heel erg zelf. Dus, maar goed, ja, blijven proberen. Ik zei dat ook al in de krant van, ja, dat is ook de sport, weet je wel. Je moet het blijven proberen. Je moet het elke keer vragen. Zo moet, zeg je ik, moet een droom hebben. Wat ja, je, ja dat, ik zeg ook heel vaak van die mailtjes, ja, dat is waarschijnlijk een totaal onmogelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Dat is het leuke eraan. En dat, ik zat vanmiddag nog te vertellen, dacht ik, oh ja, in het begin rende ik hier altijd rondjes. Dus als ik dan, had ik Joep van het Hek geboekt en ging ik zo door de hele Weijer heen. Ja, het is gelukt, Joep van het Hek. En dat is nu wel ietsje minder geworden, omdat het is al wel ietsje normaler. Nou, op een gegeven moment. Ja, maar, ook wel jammer dat het maar zo voor Theo zou ik nog wel een rondje rennen. Maar is het ook bij dat soort artiesten zo? Bedoel je, zeg je van in september begin ik met het nieuwe programma. Ben je dan misschien voor sommigen al te laat? Dat die al nog verder van tevoren gepland moeten worden? Ja, het is wel grappig. We hebben natuurlijk Herman van Veen. Dat is dan ook zo'n droom. En die boeken ze volgens mij tot 3 jaar vooruit of zo. Maar die blijven toch elke september. Het staat op het lijstje. Dus we blijven dan gewoon mailen met... we weten dat het niet kan, maar we dachten... Laten we toch maar even... En je hebt niet zoiets van je mail van Herman van Veen 2023? Ja, kijk, in principe gaat het gewoon nooit gebeuren. Dus maar ja, ik geloof heel erg in zeg nooit nooit. Ja. Dus ik moet dat dan toch doen. En René is precies hetzelfde. En dat is dus ook de reden waarom we echt zo tot het allerlaatste moment... Ik weet nog wel, dat was volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor. Karin Bloemen, die was echt waren al over de deadline. Volgens mij was het boekje al naar de drukker hebben teruggehaald. Moest Karin Bloemen er nog in, weet je wel. Maar dat met die grote namen, ja, je moet het dan open houden. Dat is gewoon, maar dat is het leuke van programmeren voor een kleine zaal. Je hebt over René, bedoel je René Wijnhoven van Clean Pete, voor de mensen die het niet wisten. Sorry, ja, de muziekprogrammeur van de Weijer. Ja, ja, precies. Die heeft natuurlijk ook net een tour achter de rug. Is ook in allerlei theaters geweest. Helpt dat ook weer dat zij daardoor weer mensen kent? Ja, het was wel heel erg leuk, want eigenlijk was zij een soort van veldonderzoek aan het doen. Want ze had natuurlijk, het was de eerste keer dat zij echt een theatertour deden. En Clean Pete doet wel poppodia. En dus ze kon overal kijken, oh ja, hoe is dat dan hier geregeld met de kleedkamer? En hoe is het dan hier geregeld met, en wie ontvangt je eigenlijk? En hoe werkt dat dan? Dus dat was al heel erg nuttig aan die hele tour. Ja, het is echt een ander circuit. Ik ben je vraag even kwijt. Of zij tijdens hun tour, Clean Pete, al wat voorwerk voor jullie kunnen doen om wat reclame te maken of misschien mensen tegen te komen? Nee, dat ja. Nou ja, wat wel leuk is, dat zij speelden dan vaak in de kleine zaal en dan stond een grote artiest in de grote zaal. Dus zo zijn zij Theo Maassen bijvoorbeeld ook tegengekomen. Dus, en die wist nog echt wel wat de Weijer was en ook dat het heel leuk was. Dus in die zin misschien soms toevallig, maar dat zijn dan ook de hele grote namen, dus dat wordt lastig. En je zit gewoon in een ander
theater. Dus, ja, dat, want dan kun je opboksen met een theater met 150 plaatsen zo'n beetje. Hè? Tegen de theaters met 600 plus, 700 plus, 1000. Ja, het is gewoon een heel ander, het is gewoon ander werk. Het mooie aan een groot theater is natuurlijk dat je hele grote producties neer kan zetten. En als een cabaretier eenmaal een decor heeft, dan past dat hier echt niet meer in. Maar dat is het magische aan kleine theaters, is dat je inderdaad de try-outs hebt, de leesvoorstellingen, de fouten, de kwetsbaarheid. Dus dat, ik vind dat zelf. Ik heb ook nu, als ik in grotere theaters kom, dan denk ik, jeetje, wat zit je ver weg, zeg. Terwijl hier ben je, zit je met je neus bovenop. Zit in de communicatie. Mensen gaan nog op hun bek. Er gebeurt van alles. Het is allemaal veel spannender hier. Ja. Je hebt een aantal vaste dingen die terug blijven komen. Ik kom terug. bij deze. Wim Daniels boekt blijft komen. Ja, Leon's Comedy Club. De Science Battle, Cultuur en Cappuccino. We hebben gewoon echt een aantal hele vaste reeksen die nu staan. En die ook allemaal hun eigen publiek hebben. Dus daar zijn we ook echt heel erg dankbaar voor. Het is gewoon mooi om te zien. Het zijn ook echt allemaal weer andere mensen met andere wensen. Ja, klopt. Kunnen mensen al kaartjes kopen? Nee, de kaartverkoop start op 7 mei om 8:30. En we hebben het iets anders dan normaal. Want eerst natuurlijk werkten we met abonnementen. En nu is het zo dat je echt aan de balie kan staan om 8:30. Dus we verwachten een flinke rij. Een hele rij. Ja, ja, een hele rij. En je kunt ook online bestellen. Dus dat kan gewoon vanaf ook precies 8:30, 7 mei. 7 mei, 8:30, op de stoep staan hier. Ja. Ja, nou ja, prima. Ik ben benieuwd wat het op gaat leveren. Volgend jaar horen we het programma voor het 8,5 seizoen. Yes, absoluut. Dan ga jij als directeur gewoon weer aan de slag. Ja, ja, fijn. Goed. Hey, fijn dat je er was. Heel veel succes. We gaan het zien. Dankjewel. Ja. Ja, we gaan snel van het een naar het andere. Van het cultuur, van het theater naar het voetballen. Het voetbaltheater zou ik bijna zeggen. Wil en Tijmen. Ja, applaus mag, hè. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar voor degenen die het niet weten, Wil Beijer, trainercoach van Olympia 18, de selectie. Tijmen, de Benjamin, de jongste van, van de selectie. Kampioen geworden vorige week, twee weken geleden. Ja, 14 april. 14 april, ja. Ja. Dus dat is een mooi dag geweest voor jullie. Zal een feestje hebben opgeleverd, toch? Ja, zeker. Ja. 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 Ik weet niet of Tijmen nog kan heugen, maar ik nog wel. Nee, het was een geweldig twee dagen feest. Ja. Ik denk dat wij goed hebben gevierd. In ieder geval, ik denk het hele dorp, nu die mee zijn geweest en de voetballiefhebbers. En Olympia was er klaar voor om een keer weer te feesten. Ja, platte kar door het dorp? Het was een bus. Een bus? Een bus. Met een open bus, dan mag ik ook. Het was een open bus en voor het zekerheid dat niemand eraf zou vallen. En ja, geweldig. We hebben in ieder geval ook iets van de andere kant het dorp mogen bekennen. Of kunnen bekijken in dit geval. Want ik heb meer kroegen gezien van binnen dan van buiten. Maar in die twee dagen heb ik er nog meer gezien. Ja, 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 zeker. Ja, want jij ziet natuurlijk normaal gesproken alleen de snelweg, het sportpark en weer terug naar huis. Vaak wel, ja. Meestal zondags willen we nog wel even naar een wedstrijdje, uitwedstrijd, toch even een biertje of iets anders pakken. Bij een sponsor, bij een kroeg in dit geval. Maar normaal gesproken zit ik meer op de snelweg. Maar zeker ook op het sportpark. Ja, als straks Ajax kampioen wordt. Ik neem er even een voorschot. Dan staat Amsterdam, iedereen op straat, heel Nederland naartoe, bordes. Zijn jullie al bij de burgemeester op het bordes? Er is geen bordes, maar bij wijze van spreken geweest. Nee, hij is bij ons geweest op het veld. Heeft hij ons toegesproken en ons een fust bier gegeven. En... Oh, kijk, ja. Dat is netjes, hè? Net zo goed, ja. Hey, nee. Tijmen, niet om te denken, jij mag al bier drinken? Ik mag al bier drinken, ja. Oké, okay, nee, dat is goed, hè? Dat wil ik niet op mijn geweten hebben verder, dat het misgaat. Nee. Dus Olympia, de selectie van dit jaar, dat was een bijzondere selectie, mag ik dat zo zeggen? Wie? Ja. Wil, jij kan dat best beoordelen. Nou, een bijzondere selectie. We hebben een team van gemaakt. We zijn twee seizoenen, tenminste ik ben twee seizoenen geleden begonnen met de spelers. En we hebben daar volgens mij twee jaar heel keihard voor gewerkt om het resultaat van twee weken geleden te bereiken. En of dat nou bijzonder is, dat weet ik niet. Ik denk als mensen hard kunnen werken met elkaar en je kunt er een team van maken, dan kun je heel veel bereiken. Met de kwaliteiten die we ook natuurlijk wel hebben. Ja. We hebben een Douwe, helaas is die er niet bij. Kijk, als je zoveel kan scoren in één seizoen en we zijn nog niet klaar, dan is dat natuurlijk wel een genot om te zien. En voor mij als trainer natuurlijk iets een pluspunt.
Ja, want eigenlijk was de bedoeling dat Olympia vorig jaar al kampioen zou worden. Hè? Het jubileumjaar, dat is mislukt. Nou, dat stond niet in het contract overigens hoor, dat ik meteen het eerste jaar moest promoveren. Nou, we hebben hier een voorzitter gehad, die kwam dat vertellen. Dus, ja. Goed, maar ik zit niet met voorzitters aan de tafel, ik zit met de technische mensen aan tafel. Maar goed, we hebben het een jaartje uitgesteld. Ja, maar hoe doe je dat? En je zegt van, je moet er een team van maken. Hoe maak je van een aantal spelers een team? Ja, dat kan ik je wel gaan vertellen, maar dan nemen ze het heel makkelijk over. Het is een chemie, dat is een gevoel als trainer. Een stukje routine wat je meeneemt als trainer. En dan ga je kijken naar de spelersgroep. En dan hoop je daar iets van te kunnen maken. En dan tenslotte, dit is dan de jongste van de club, van het team, zeg maar. En dan proberen daar een iets van te maken. 28 of 18. Ja, het is nogal wat als ze samen onder de douche staan. Hij mag dan gelukkig al een beetje biertje drinken. Maar goed, toen je erbij kwam, mocht hij nog net oranje drinken, want toen was hij 17. Ja. Dus ja, hoe doe je dat? Dat is het gevoel. Dat kun je niet echt goed aangeven. Heb je geen blauwdruk voor van, zo ga ik beginnen en dan hebben we op het einde... Ja, ik heb natuurlijk wel wat in mijn hoofd zitten, maar of dat er meteen uit kan komen. Ik had het er net nog over met een technische man. Kijk, ik had een plaatje voor me in gedachten toen ik begon, mijn eerste competitiewedstrijd. Als ik er nu het laatste competitiewedstrijd, toen we kampioen werden, neerlegd, dan is je toch van 25 tot 30% anders dan ik in mijn hoofd had. Ja, maar ja, dat is sport, hè. Je kunt het niet echt plannen. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee. Tijmen, hoe groot was bij jou de druk om met Olympia kampioen te worden? En dan bedoel ik eigenlijk, jouw vader en je opa en de hele familie, ze hebben allemaal in Olympia ingespeeld. Dus allemaal hebben ze hoger gespeeld dan jij, toch? Ja, maar ze zijn geen kampioen, of papa in ieder geval geen kampioen geworden. Oké, maar... kun je in je zak steken. Nee, ik had zelf niet zoveel druk, heb ik daarvan. Nee? Eigenlijk voor mezelf, nee. Ik had ook dit jaar niet zoveel druk, omdat ik mag nog in de A voetballen en ik kwam er eigenlijk bij. Die keuze heb ik gekregen en... Ja, eigenlijk puur om veel te leren. En ja, eigenlijk alles wat extra kwam dit seizoen was meegenomen. Dus ja, en dan speel je op zaterdag bij de A? Speel je nog of niet? Nee, ik heb dit seizoen dus de overstap gemaakt om helemaal bij de senioren te gaan voetballen. Ja, en krijg je dan wel genoeg speelminuten van Wil of zit je veel op de bank? Nee, ja, zeker. Nee, ik krijg wel een speelminuut en als ik die niet krijg, dan krijg ik die bij in het tweede elftal. Daar zijn ook wel afspraken over gemaakt op het begin. Okay. Dus. Ja, want je wil wel voetballen, je wil niet op de bank zitten. Nee, zeker. Dat doe je niet voor. Nee, klopt. Nee. En hoe voelt het dan als je kampioen wordt, als je thuis kan komen en zegt, pa, ik wel. Ja. Nee, dat was leuk. Ook om te zien wat het doet met de club en wat er allemaal voor ons geregeld wordt. Nee, ik niet te geloven wat er allemaal, wat iedereen erin steekt of voor moeite en ja. En dan volgend jaar tweede klasse, dat wordt toch wel weer aanpoten, denk ik, of niet? Laten zien dat we daar thuis horen, toch? Ja, precies. En jij gaat de vaste plek, basisplek veroveren. Ja, daar doe ik mijn best voor. Ja, daar nog een biertje kopen voor de trainer, dat scheelt weer. Wil. Een vriend van mij, jij kent hem ook, we hebben het er net even over gehad. Die vroeg van mij, als je Wil spreekt, moet je hem één ding vragen. En dan moet hij eerlijk antwoord op geven. Wat jouw mooiste moment is ooit in jouw carrière als trainer? Ja, dat was toch wel de titel die wij bij Kweek Nijmegen behaald hebben tegen Germania. Okay. Waar hij zelf, daarom vraagt hij dat natuurlijk, om in een van de laatste minuten de 2-1 via een penalty binnen te schieten. Toen gingen we naar de hoofdklasse, Dat was zijn moment natuurlijk, maar ook mijn moment. Ja, dat was dan wel de mooiste, ja. Ja, precies. 4000 man daar, gewoon echt geweldig. Volle bak. Ja, precies. Jij hebt vooral altijd training gegeven boven de rivieren, bij de Bataven onder andere. District Oost, nu zit je Zuid. Is dat anders? Jazeker. Ja? In wat voor zin? Hier wat gemoedelijker. Ja, vind ik wel. Gemoedelijker met elkaar en samen, maar dat heeft natuurlijk ook al wat. En dan kom ik natuurlijk ietsjes van de stad, men noemt dan dat ik aan de stadse ben, wat directer, wat duidelijker. Dan kan dat problemen opleveren. Maar goed, hier is wel iets makkelijker om er een team van te maken. Ja. Dat vind ik wel fijner, ja. Ja, maar qua voetbaltechnisch maakt het nog wat uit? Ja, ik vind het toch dat het hier iets wat minder is. Ja? Ja. Ik moet het eerlijk bekennen, maar het is wel zo. Jij vraagt me dat toch? Ja, precies. Maar dan wordt hij toch, dat kan wel uitknippen, toch? Ja. Nee, want dan is... Maar dat maakt niet uit. Maar het is net zo mooi. Het spelletje blijft net zo mooi en het blijft hartstikke leuk.
Ja, ja, ja. Want jij bent nou al een jaar of 10 trainer, hè, bij elkaar? 23. Zoiets? 23, dat bedoel ik. Dat zeg ik toch? Ja, ja, maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ik had je veel jonger geschat, Wil. Ja, dankjewel. Volgend jaar nog Olympia? Ja. En hoe lang dan nog? Maar nou, dan kun je oogsten natuurlijk, of niet? Ja, hoe lang, dat weet je in voetballen nooit. Hè. Ik hoop nog heel lang, want er zit nog best wel gek in de club. En in de club is, begint net weer een beetje op te leven naar een wat mindere periode afgelopen 10 jaren. Olympia heeft nu in 2 jaar 2 keer gepromoveerd, of in 3 seizoenen. Ja. Natuurlijk geweldig. En ik zeg altijd, bij de tweede klas waar we nu naartoe gaan, begint het voetbal eigenlijk wel eens een beetje. Dus we hebben nog heel veel dingen. Wat hebben ze afgelopen seizoen dan gedaan, als nou het voetbal er pas begint? Ja, dat moet ik af en toe genuanceerd vertellen. Dus kijk, 3e en 4e klasse is ook voetbal natuurlijk. Ja. Maar ik doe wel een beetje mee. Maar nu gaat het een beetje om technisch, tactisch. Dan kom je op een hoger niveau. Dan moet je slimmer worden. En dan kunnen we misschien wel een keer met de Ajax doen. Ja, wie weet, ja, precies. Toch? En heb je dan aan de jongens die je nu hebt voldoende voor het volgende seizoen? Of heb je mensen nodig, nog versterking? Ja, versterking zijn altijd welkom, hè? Ja, dat weet ik niet. Als je zegt van met deze jongens heb ik het gedaan, ga ermee verder. Met deze jongens ga ik over zo verder. Ja. Dat zeg je zeker. Ja, want je loopt het risico, want zo gaat dat in de sport mee. Maar als je het goed doet, dan komen de buren en die gaan. Nou, die jongens bij jou in het team vragen, wil je niet bij ons komen? En ik heb er wel een paar tientjes over voor jou. Jawel, maar ik blijf ook nog een jaartje. En dan blijven ze voor jou. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja, dat kan. Ja. Ja. Nee, precies. Want waar ze prat op gaan hier in Boksmeer, is het feit dat ze met jongens als Tijmen met Boksmeerse jongens spelen. Klopt. Ja. Is een dorp als Boksmeer groot genoeg om een team op niveau te krijgen, te herhouden? Te krijgen is wel gebleken natuurlijk. Ja, behouden is altijd wat lastiger. Je bent nu eenmaal daar. Maar ik zie wel progressie binnen de vereniging. En dat is zeker dat we deze klas wel kunnen behouden, ja. Ja. En we kijken er naar uit naar al die derbies die er toch weer aan zitten komen. Volgens een volharding SSS 18, als we daar tegen mogen spelen volgens hun, zijn we hartstikke blij. Ja. En hun ook. Ja, ja, precies. Tijmen, derbies, het is al gezegd. Welke wedstrijden kijk jij naar uit? Ja, natuurlijk al net tegen Overloon en Volharding. Tenminste, zelfs Overloon erin blijft, maar... Ja, dat zijn gemeentelijke derbies, hè? Dus, ja, dat zijn wel de teams waar we in de jeugd ook vaak tegen moesten. Niet tegen Oplo en zo. Dat zijn wel leuke wedstrijden. En dat leeft ook wel bij de club, dus dat is altijd leuk. Ja, ja. Geeft dat iets extra's voor jou als speler ook om tegen zo'n ploeg te spelen? Ja, loop je dan wat harder? Nou, misschien onbewust, maar niet dat ik weet. Je moet altijd hard lopen, hè? Kijk uit wat je zegt, hij zit ernaast. Ja. Ja. Nee, ja. Ja. Niet dat ik weet. Nee. Hey, jij bent bij de 18, heb jij nog ambities qua voetbal? Of zeg je nou, Olympia is mooi voor mij? Ja, mijn ambitie was om bij het 100-jarig bestaan een beetje bij het eerste te komen. En dat is wel gelukt. Dat is wel gelukt. Nu, maar goed, dan moet je het volgende doel hebben. Hè? Ja, om in ieder geval een vaste basiskracht te worden bij het eerste. Dat is misschien mijn volgende ambitie. Ja. Ja. En als JVC straks een keer aan de bel trekt? Nee. Nee? Nee. Nee, dat doe je vanuit Boksmeer niet, hè? Nee. Nee. Nee, ja, precies. Hey, tot slot, een voorspelling volgend jaar? Hoeveelste plek? Ja, geen idee. Ik hoop dat we kunnen laten zien dat we er in ieder geval thuis horen. Handhaven moet je zeggen, dat is alles goed. Wil? Ja, veel meer. Linkerrijtje en periodetitel. Linkerrijtje, dus betekent bij de bovenste 8, hè? Ja, nee, 7. De eerste 7. De eerste 7? Ja. En dan periodetiteltje? Ja. Ja, gewoon stad. Klaar. Ja, gewoon doen, hè? Voor. Ja, ja. Zo is dat. Hey, leuk dat jullie er waren. Ik wens jullie heel erg veel succes volgend jaar. En als het volgend jaar weer een kampioenschap is, dan krijgen jullie allebei aan tafel. Ongetwijfeld. Afgesproken, hè? Ja, goed zo. Hey, dankjewel. Ja, en van de muziek naar van het theater en de muziek en naar de sport en weer terug naar de muziek. Jeannette, waar heb je verstopt? Daar komt ze aan. Welkom. Dan moet ik even één ding eerst vragen. Moet ik jou Jeannette of Jeannette zeggen? Jeannette. Jeannette, ik zei het gelukkig goed. Ja. Nou, ik denk dat we jou eerst even moeten voorstellen. Je hebt vorige week de songwedstrijd gewonnen. Ja, dat klopt. En verder, vertel. Verder zing ik in een band, The First Resort. En ik doe zowel optredens hier en daar, veel in Nijmegen. Ja.
Hoe oud ben je? 22. Waar kom je vandaan? Ottersum. Ottersum. Ja. Ja. Ja, dat is allemaal belangrijk om te weten. Zeker, ja. Ja, ja, precies. De songwedstrijd. Ja. We hadden elkaar van de week al even aan de telefoon. En je zei dus de derde keer dat ik heb meegedaan. Ja, nou, de eerste keer gewonnen? Ja. De eerste keer had ik de publieksprijs. Ja. Tweede keer had ik niks gewonnen. En nu dus de juryprijs. Ja. Ja. Is de juryprijs belangrijker dan de publieksprijs om te winnen? Ja, vind ik zelf wel. Omdat het publiek kan je zelf meebrengen. Dus als je heel veel publiek zelf meebrengt, dan ga je die publieksprijs wel winnen. Ah, maar ja, de juryprijs, dat is wel leuk als je. En had je dat de eerste keer gedaan? Veel publiek meegenomen? Ja. Ja, er kwam veel van mijn familie rekenen. Maar goed, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, nou heb ik de juryprijs. Daar zitten de mensen in die er verstand van hebben. Ja. En die vonden jou het beste. Ja. 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 En wat denk je dan als je wint op zo'n moment? Ja, ik was echt super blij. Gewoon omdat ik ben heel pril begonnen met 4 akkoordjes en maar een hele prille tekst. En dan ga je toch groeien en dat hele proces maak je helemaal mee. En ja, op een gegeven moment ben je wel zover dat je echt iets kan laten horen waar je zelf helemaal achter staat wat goed is. Ja, ja, want dat is een onderdeel van de songwedstrijd. Je moet je eigen nummers schrijven. Ja, ja. 3 eigen nummers. Op zich ook al moeilijk, lijkt mij. Nou ja, voor mij valt het wel mee, omdat ik het al heel veel gedaan heb. Ja, 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 precies. Ja. Ik heb even jouw biografie zitten neuzen vanmiddag. Mm-hmm. En daar stond dat jij als 5-jarig meisje bent begonnen met blokfluit. Ja. Toen ik dat las, moet ik even bekennen. Ik heb vroeger ooit hebben ze mij ook op blokfluit les gezet. En dat heeft voor de rest van mijn leven mijn liefde voor de muziek niet verpest. Maar dat ik wel zoiets van, nou, dat gaat hem niet worden. Ja. Nee. Wat een traumatisch instrument is dat. Nou ja, ik vond het wel leuk, moet ik zeggen. Ja? Maar daarna dacht ik wel van, oh nee, ik wil echt gitaar leren spelen. Ik vond gitaar super vet. Ja. Toen ben ik daarmee verder gegaan. Ja. Maar daar ben ik toen ook weer eventjes een tijdje mee gestopt. Omdat ik noten lezen helemaal niet leuk vond. Nee. Toen op de middelbare heb ik het weer opgepakt. Helemaal vanaf vooraf aan, omdat ik alles vergeten was. En toen heb ik weer eigenlijk een beetje mezelf leren zingen. En daarna zangles gehad. Ja. En akkoorden leren spelen. Ja. Ja. Wat is je droom qua zingen? Een beetje beide wegen. Singer-songwriter, dat blijf ik sowieso wel doen. En blijven schrijven en lekker veel optreden, ook in de kroeg en zo. En de andere kant is mijn band. Ja. Daar wil ik wel echt verder mee komen. Dus, ja. Ja, ja. Ja. Iets wat ik altijd vraag aan mensen die muziek maken als ze hier komen. The Voice, wanneer? Nou, daar ben ik niet zo'n heel erg fan van, moet ik zeggen. Nee? Want? Nee. Zeggen ze allemaal trouwens ook. Iedereen zegt van... Ja, schermen zitten er allemaal regeltjes aan vast. En daar ben ik niet zo van. Dus ja, je wil gewoon je eigen... Ik doe het lekker op mijn eigen manier. Je eigen manier willen doen en niet zoals anderen het voor... Ja, precies. Nee. Buiten de muziek, je studeert hè, in Nijmegen. Muziektherapie, als ik het goed heb gezien. Klopt. Wat betekent dat, muziektherapie? Je moet je voorstellen, je gaat naar een psycholoog die met jou gaat praten over je problemen. Ik doe het eigenlijk door middel van muziek. Dus ik zet muziek in als middel om iemand te helpen in behandeling. Bijvoorbeeld grenzen leren aangeven, zelfvertrouwen creëren. En maar hoe doe je dat met muziek? Misschien heel lastig om het uit te leggen, maar... Ja, dat is inderdaad wel lastig. In 2 minuten. Ja, bijvoorbeeld door zingen en dan in stapjes iemand steeds meer uit zijn comfortzone te laten treden. Ja. Op die manier meer zelfvertrouwen opbouwen. En zodoende kan die ook zichzelf beter gaan verwoorden en staan voor wie die staat. Ja, lijkt me wel leuk als muziek toch je hobby is, om daar dan ook op die manier de hele dag mee bezig te zijn. Ja, zeker waar. Ja. Ja, precies. Jouw liedjes, hè, waar haal jij de inspiratie vandaan? Je zingt in het Engels, hoor ik? Ja, ik zing in het Engels. Ik heb ooit wel een aantal Nederlandse nummers geschreven, maar daar kom ik toch achter, dat is niet helemaal mijn ding. Dus ik hou het lekker in het Engels en mijn inspiratie komt echt vanuit mijn omgeving. Maar ik heb ook een keer een nummer over mezelf geschreven voor een opdracht van school. Dus die kwam ook heel, heel mooi in één keer om de hoek kijken. Dus, ja. Want dan moet je wel iets van jezelf blootgeven als je over jezelf gaat. Ja, zeker. En dat is het ook, dat muziek schrijven. Het is echt helemaal jezelf blootgeven. Ja. Dus, je moet ergens een gevoel bij hebben, wil er een goed liedje uit kunnen komen. Ja. Ja. Kun je zeggen van, ik ga over het weer iets maken en dan... Nee, dat gevoel komt dan waarschijnlijk ook niet zo over. Tenzij Gaan heel veel liedjes dan misschien juist daarom altijd over de liefde, heb ik het idee?
Ja, ik denk dat daar al een groot gedeelte in zit. Ja. Ja. Die van mij gaan ook al een aantal over de liefde, hoor, moet ik zeggen. Maar... Ja, dus we moeten daar goed opletten en dan weten we hoe het met jouw liefdesleven is, begrijp ik. Ja, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. We gaan jou laten zingen, want het is het belangrijkste. Gewoon, we willen horen wat je kan. Ja. En waarom je gewonnen hebt, daar komen we dan vanzelf achter. Ja. Als jij een plekje zoekt bij de microfoon en je gitaar ergens vandaan tovert, dan ga ik vast afsluiten. Ik zou wel zeggen, als ik afgesloten heb, blijf heel goed luisteren, want het is ontzettend mooi. Ik heb het net al even mogen horen. Volgende maand ben ik er niet, maar begrijp ik dat Wieke wel een soort van alternatief nieuwscafé-achtig, weiercafé-achtig iets gaat doen. Dus hou de berichten in de gaten, er gaat iets komen. En dan ben ik er in ieder geval eind juni weer voor de laatste aflevering Nieuwscafé voor de zomer. En zoals in het boekje staat, na de zomer komen we weer terug. Ik dank jullie voor de aandacht van vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne Koningsnacht, voor zover mensen daarin gaan duiken straks. En een leuke Koningsdag morgen. En dan zie ik jullie in ieder geval over 2 maanden hier weer terug. Dankjewel voor de komst. If I really want to, I should figure it out tonight. 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 I watched him in his sleep, but I couldn't wake him, 'cause I was fixing in myself. Yeah, I was fixing in myself, and every piece of me was screaming, look the other way, 'cause I hate a loss of silence. I hate every tear I was spending on questioning, but you were here. I'm sorry for my troubles, and I'm sorry for your time, but after all, you are still mine. Until the circle hits my eyes and I know what I want. Maybe I did a good thing, maybe I'm pushing forwards, and nobody's perfect, so why would I even bother? And every piece of me was asking, why do I even care? 'Cause I hate a loss of silence, I hate every tear I was spending on questioning. En omdat het zo mooi is, doen we er gewoon nog één, hè? Darling,
Have you ever thought about it? To move the way you're walking. There's so much left that time cannot erase. There's so much left that I cannot replace. And darling, what would you say if that was all was left of me? I'm ever good enough for someone like you. Baby, I don't wanna lie. Sometimes you make me cry, and instead of drying all my tears, you wash them all away. So the for someone like you. Dankjewel.